Salutje, kijk, dit is een gloednieuwe video. Ik ben niet met Damien. Het is geen Willy video, volgende week. Maar, kijk deze combinatie. Moet even een thumbnailmetje maken, weet je. Oké, kenteken moet ik wel even blurren, want ja, gewoon even blurren. Gaan we vandaag vragen, mukbang dingen maken, wat totaal niet op mijn kanaal past. Maar omdat, ja, dat gewoon. Eigenlijk weet ik eigenlijk ook niet wat ik moet doen, dus toen kwam dit in mijn hoofd en toen dacht ik... Dat gaan we dus eventjes doen. Dus toen dacht ik, we gaan even iets lekkers eten van een snackbar die heel bekend is. Ja. Want sponsoring, dat doen we niet. Ja. Yo guys. En... Kut! Oh kut, mijn camera gaat naar achter toe. En... Focus, tering hond. Oké. En... Kut! Let's go! Oké, we gaan dilemma's vragen aan elkaar. Dus wat heb je liever? Nou ja, laten we beginnen. Oké, de eerste. Ja. Zou je volgende nooit meer patat eten of elke dag patat eten? Nooit meer patat eten? Elke dag patat eten? Je wordt fucking... Oh, dat mag ik niet schatten. Je wordt echt super dik. En het is gewoon... Je wordt op een gegeven moment zat. En er zijn nog sowieso veel lekkere dingen dan patat, maar ja, dan maar niet. Ja, ik zou ook geen patat daarmee eten. Dan wil je met McDonald's eten, toch? Ja. Of nooit meer je favoriete eten eten. Dus één favoriete eten van je, hè? Nummer 1. Wat is je favoriete eten? Rotti. Oké. Okay. Dus nooit meer rotti of nooit meer McDonald's? Mmm. Wow, dat is wel moeilijk. Ik denk nooit meer McDonald's. Ik hou wel echt van roti. Echt. Echt. Ik kan het echt. Misschien om de 2 dagen eten of zo, dilemma. Hmm. Hard op je tong bijten of met blote voeten in een drop stappen. De schoolpoep. Hard op je tong. Maar ja. Hard op mijn tong bijten. Ik ook. Trappen en poep is vies, man. Alleen in de lift blijven hangen die opeens donker wordt of merken dat de tandarts die je zo dadelijk je kies gaat trekken dronken is. Wat? Ik had niet geluisterd, sorry. Alleen in de lift die opeens blijft hangen en donker wordt of merken dat de tandarts... Maar hoe lang blijft het hangen? Gewoon, maakt niet uit. Verzin jij even of zo? Een uur lang. 1. Ja. Sorry. Dronken, dadelijk trekt hij al mijn tanden eruit of hij beschadigt het. Ja. Ik zou... Hey, ik ben bang voor de tandarts, hè. Kijk, dus ik heb een beugel, maar... Het doet pijn, het doet echt pijn. Wanneer bijvoorbeeld je beugel eruit... Nee, wacht. Als je bijvoorbeeld gewoon om de maand... Gaan ze gekke dingen doen met je tanden. Pijn. Maar ja, ik zou liever ook vastzitten in de lift. Want dan dat het donker is. Maar dat is ook wel eng. Oké. Oké, ik heb een andere. Een crush hebben op je schoolvader of schoonmoeder, of dat je schoolvader of schoonmoeder een crush op jou heeft. Met me iedereen dan jij zelf op hun, toch? Ja. Als ze het op jou hebben, dan zijn ze fucking pedofielen, hè? Dan kan je echt niet normaal door je huis meer lopen. Ja. Ik zou, ja, dat ze een crush op mij hebben. Ik zou nooit een crush hebben op mijn schoolvader of schoolmoeder. Nee, man. Ik heb, dat zijn niet echt meer goede vragen eigenlijk. Oké, nu ben ik aan de beurt. Deze komen straight out of my mind. McDonald's is wel echt overrated, man. McDonald's is lekker, maar ik begrijp niet waarom het... Waarom het zo vaak, als je iets bestelt in de auto, dat het zo vaak fout gaat. Altijd. Bijna. Geloof mij, ga maar een keer naar daar. Je moet het eigenlijk in de avond doen. Meestal in de avond is het zo. Dat je vaak, dan krijg je vaak een verkeerde bestelling. Ja. Zou je liever kunnen vliegen of onzichtbaar willen zijn? Onzichtbaar. Weet je hoeveel dingen ik kan stelen? Hey, ik was een miljonair. Mm.
Hier, oké mensen. Dit is een vraag voor Damien. Voor de mensen die Bike Life kijken. En voordat naar mijn YouTube kanaal kijken. Hebben we hier ook nog een paar vragen voor Damien. Fietsvragen. Fiets. Ja. Wat is één van de duurste SI-bikes? Wat is duurder? Een Big Flyer of een Fat Ripper? Ik weet niet zoveel over fietsen, maar ik denk een Fat Ripper. Oeh, ja, ai. Wat is B? Wat is een beter merk? SI-bikes of Mafia Bikes? Dus wacht, opnieuw. Wat? Wat is een beter merk als wheeliefiets? SI-bike of Mafia Bike? Ik denk Mafia Bike. Heb ik een fout? Nou, ik weet echt niks over fietsen. Voor alle mensen die dingen weten over Bike Life, Mafia Bike is een van de slechtste wheeliebikes ooit. Alles gaat kapot aan die fiets. Echt alles. Mensen beginnen niet aan. Hoor het, beginnen echt niet aan. Die fietsen zijn nooit uitverkocht, omdat ze gewoon echt scheid zijn. Ja. Ja. Ik denk dat we het einde van de video moeten maken. Want ik ben een beetje lang bezig. Okay. Stuur je video, stuur je foto van je fiets nog steeds even hierin op deze Instagram account. Hier zo. Ja. Hier. Oké. Okay. Swipe op. En vergeet niet te liken, te abonneren. Like je door deze video met al jouw vrienden en familie. En dan zeggen ze zoals altijd. Later. Ik kan het filmen, dan ga ik de auto even één keer starten. Zodat jullie het geluid kunnen horen. Want ja. Moet ik hem op film laten? Is goed. Allee. Kijk naar jullie dingetje. Ja. Let's go. Hij staat wel eens een vrijdag, toch? Nou jongens, we gaan die auto filmen nu. Veel dan. Ready? De auto is leeg. Ik kan het nog een keer proberen, maar de auto is leeg.